ben Ingeborg en je moet je abonneren op die vlog. Kun je anders? Als Linde het zegt, moeten wij luisteren, toch? Dit zijn zinkpillen. Mocht er 4 per dag nemen voor uw immuniteit naar boven te halen. Belangrijk, allemaal mannen in deze tijd van het jaar. Niet? Dan doen we zo. Het was een rustige week. Ik heb uitgeslapen voor live. Ik ben in bad geweest voor live. Ik heb in de zetel gelegen voor live. En dan heb ik ook nog de finale van de Slimste Mens gespeeld voor live. En ook verloren voor live. Maar het was wel tof voor live. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt voor live. Zoals Joke Emmers voor live. En Janja van der Wal voor live. Ja, ik ben een beetje rood rondom mijn neus, want ik heb ja, maar dat komt nu, daar komt... Is het echt? Ja, tuurlijk. Oh, ik wist het, ja. Maar ik zou klachten indienen over die hond als ik jou was. Ik was de hele tijd dingen aan het saboteren. Volgens mij, jij zat in de flow, toen ging hij een kabel opeten en toen ging de camera uit. Meisjes, we zijn hier aan het opnemen alsjeblieft. Jongens, we zijn even aan het vloggen. Oh. Joke Emmers heeft gewonnen en ze denkt dat heel het spel hier van haar is. Ja, dat denk ik inderdaad in de merkpool. Ah, u is kalm, Emmers. Jesus Christ. Oh, ja. Ik ken het nu wel verder, zonder nu, mij en zonder de vlog. En ik inderdaad. Weet hoe hard dat je er ondertussen aan gehackt wordt. Mijn populariteit op YouTube begon te stijgen en dat is nu ten einde gebracht. Terwijl jij gaat door namelijk met vloggen, ook zonder mij. Ja. Dus je kan wel zeggen dat ik nu door moet zonder jou, maar jij moet ook door zonder mij. Doei, mis je nu al. Dag Janja. Dag. Love you. Thank you. De vlog mist je. Hey Joke, wanneer is het jouw vlog? En nu wacht mij een zware taak en dat is mijn valies maken for life. Truien, nog een trui, onderbroeken. Vlies, 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 vlies. A whole lot of vlies. Het zijn hier al allemaal mensen die in het publiek komen zitten van steracteur, sterartiest. Ik heb Bram en Eva mogen vanavond hier op het VIP-balkon. Ik heb nog nooit op een VIP-balkon gezeten. Hey vlog, alles goed? Ja Pascal, alles goed. Ik was van vorige, hè? Die Slimste Mens. Is het echt? Ja. Maar ja, ik ben er vet mee. Het heeft niet mogen zijn. Meedoen is belangrijk dan weten. Ja, krijg nu een kus. Schatje. Wat heb je mee in je valies? Moed. Wat? Ga jij die aandoen straks? Ah ja, bijvoorbeeld naast Danira. Zijn we fout? Zijn we fout. Wat is het hier? Ja, dat is hier de studio. Ah, ik moet wel eens kijken met de vlog. Ja, we gaan eens kijken met de vlog. Het is pikant. De generale repetitie is beter. Oh, we gaan eens zwaaien naar Peter, toch? Wie zijn dat die spookpaleis? Oh, kijk eens aan, de studio Brussel is er ook. En de vlog? En aan de drank al serieus, man. 3, 2, 1. Wat staat er op uur raak? Er zitten bij mij bier en boter aan mijn kaas. Bij mij vodka en een paar fruitballen. Zeg, laat uw vinger eens zien. Ik heb een half uur geleden een topje van mijn vinger gesneden. Zeg, Brammy, beter een vinger... Nee, snee je vinger. Nee, beter. Ja, jawel. Ja, een snee in je vinger dan een vinger in je snee. Ja. In mijn snee, maar ja. Hilarisch. Mevrouw, kunnen we wat dichter komen? Ja, wat is er? Die camera? Hola, mijn camera spiegelt in de kleed, mevrouw. Ik heb een kei blinkend kleed aan, mevrouw. Schitter u helemaal terug naar uw land. Hopla. Kusje voor de vlog. Hallo. Peter, ik heb een vraag. Kom je tijdens Music for Life eens logeren in mijn tentje? Wanneer? Maandag? Kijk met een agenda. Ik kan. Top, ben je daar. Super. Die heb ik gezien zitten in dingen van Gils. Kun je een leuk film kijken? En jij zit in de jury? Ik doe al soft. Ik heb een hekel aan meningen. Dus ik draai de hele tijd op, omdat ik me niet wil kwetsen. Dat wil ik niet. Want je krijgt alles terug wat je geeft. Maar wil je me vervangen? Nee, zot. Ik weet niks van muziek geworden. Ik doe ook maar al soft. Dat is toch, joh. Oh ja, maar met je positiviteit. Oh my god. Nee, maar niet je vlog even makkelijk maken. Je bent wel klein. Eigenlijk. Doei. Een kleine dwerg. Dat zei zij. Dat ik een kleine dwerg was. Ja, ze zei dat tegen mij, dat ik een kleine dwerg was. Heb je het nooit gezegd? Jawel. Zo, grote vriendin ter hulp. Ik heb dat nooit gezien. Ze zei dat echt, Eva. Ze zei, je bent een kleine zielige dwerg. Sorry, ik geloof haar. Oh, wow. Sorry. Fans van de vlog, hè. Is dat goed?
Ja, dan wordt het gezellig hier. I'm so grateful. Gratitude before me. Gratitude behind me. Ik ga de vlog in beeld doen komen. Hè? Koen, wat vond je tot nu toe? Wel, ik sta een beetje versteld. Ik ben natuurlijk meer bezig geweest met een andere wedstrijd de laatste weken. En ik word hier nu zo ingesmeten. En dan besef ik me plots van, wacht hè. Er zijn eigenlijk acteurs. En dan gaan ze zingen. I wish dat elke zanger zo goed kon acteren. Dus als je het zo bekijkt, dan is het fantastisch wat er aan het gebeuren is. High five. Dikke jas. Nieuwe trui met de waarheid daarop. Ovenhapjes voor president. En nu is de klus dit allemaal in een valies krijgen. Hè? Mijn koffers voor Music for Life zijn klaar. Er is nog één ding dat ontbreekt. Dat is deze vlogcamera. Tijdens Music for Life gaan we elke dag een vlog maken. De warmste vlog vanaf zondag. Tot volgende keer. Bedankt om te kijken naar de vlog. Speciaal voor jullie geef ik nog een vlam. En nog één. En nog één. En hier monteer ik dan het muziekje van de vlam onder. Hè. Dat wordt echt super.